Die zit al een meneer over de leuning heen te kijken van, nou, waar blijven ze nou? Nou, daar zijn we. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Mag ik een gesprekje met u aanknopen? Dat mag wel, ja. Zou ik ook even naast u kunnen zitten dan? Naast wie zit ik? Ik zit naast Jan Bos. Jan Bos, wat ga je doen vandaag, Jan? Mag ik je zeggen? Ja hoor, je mag je zeggen. Ik ga vandaag dus weer meten in de trein. Dat is zo, wij zijn in opdracht van de NS zeg maar bezig in de trein om kaartjes te meten. We willen weten met wat voor soort kaartje men reist van A naar B, op welk tijdstip van de dag, welke kortingen worden gebruikt, is er voldoende materieel ingezet en of de trein op tijd rijden. Dus aankomen en vertrekken. Ja. Maar nu zit u in een trein van Arriva. Ik zit in de trein van Arriva, ja goed, wij zitten meestal op de trein van Arriva. En gisteren heb ik bijvoorbeeld de trein van de NS gezeten en dan zijn we meestal met z'n tweeën. Ja. Maar op Arriva dan doen we alleen, omdat er niet zoveel mensen in zitten. Maar doet u dan een beetje hetzelfde als ik? U gaat naast mensen zitten om te vragen van... Nee, dat is het juist niet. Ik ga zo meteen dus bij de mensen langs, want we krijgen een bepaald station krijgen we dus aangemeten. Ja. Nu moeten we vanaf dat station moeten dus gaan meten en dan het volgende weer vanaf het andere station. Dus nu vanaf Sneek naar Elst en dan straks in Workum naar het volgende station. Ja. Maar dan moet u mensen dus wel vragen wat voor kaartjes ze hebben? Ja. We zeggen dus ook van, ik ben van de NS, we zijn bezig met een onderzoek over de kaartjes, zeg maar. En we willen weten met wat voor soort kaartje men reist van A naar B, op welk tijdstip van de dag, welke kortingen dat men gebruikt, is er voldoende materieel ingezet en rijden de trein op tijd. Hè? Dus, ik hoef het alleen maar te vragen. En als de mensen het niet willen laten zien, daar hebben we bepaalde code voor, onbekend. En hoe gaat het vandaag? Ik ben net begonnen om 6:30. Ik ben al op en neer naar Groningen geweest. Dus en ik ga nu even op en neer naar Stavoren. En straks nog eens een keer naar Harlingen. En de treinen rijden op tijd en mensen maken voldoende gebruik van de kortingen? Ja. Goh, nou, ik heb nooit geweten dat zoiets gebeurt. Nee? Oh? Nou, we doen het al jaren, hoor. Ja. Alleen ik doe het zelf misschien een jaar of 4, 5. En is dat een soort vrijwilligerswerk of bent u echt in dienst van de NS? Dienst van de NS, ja. Kijk, we zeggen er wel bij dat wij dus voor de NS doen. En dan willen we weten van, hé, maar jij zit nu op Arriva. Hoe zit dat dan? Maar goed, die resultaten die komen dus allemaal bij elkaar. En dan gaan ze kijken van, hoe wat. Als wij dus nu zouden stoppen voor Sneek, zeg maar, dan is het voor ons een weilandstop. We hebben een bepaalde code voor. En dat klikken we dan ook aan. Zodra dat de trein weer gaat rijden, zeg maar, dan is weilandstop is dus opgeheven. En dan kunnen ze zien van, hé, waarom is de trein te laat aangekomen? Oh, dat is de reden dus. Men heeft daar zo lang gestaan. Hè? Zo is het maar net. Ik wens u nog een fijne dag. Wel, hè.